deze beschouwing. Die is naar aanleiding van een kop die ik zag op, in, in zo'n nieuwsstandje. Uh, Hier waar al die uh, magazines op een rijtje staan. En er was dan van zo'n hip uh, blad over wetenschap en wetenswaardigheden. Hoor je dat nou ook know, alweer? Ik heb het wel eens vaker gelezen. Zo typisch zo'n blad wat je aantreft in de wachtkamer van een ziekenhuis. En er stond op de voorkant dat nou, religie is uh, tof. Of zo. Religie is goed voor een mens. En er stond als uh, ondertitel bij uh, of God nou bestaat of niet. Nee, wat is dit? van. Ik van, nou ja, je moet geen vieze woorden zeggen. Maar... Ik denk maar van onzin. G is toch gek, vind je niet? Hey, als je al vaker naar mij geluisterd hebt, dan weet je dat ik op de hoogte ben van de inhoud van het werk van Immanuel Kant, getiteld De kritiek der reine vernunft, Oftewel de kritiek van de zuivere reden. Of het zuivere verstand. Waarin Immanuel Kant uitlegt dat de wet van oorzaak en gevolg. die wordt door ons voor het gemak maar even aangenomen. dat die keihard is. Maar dat baseren wij helemaal nergens op. Dat is puur geloof van onze kant. Want dat is nooit bewezen. Ja, het is een hele gemene die meneer Kant daar eventjes weet op te lepelen. Maar voor degenen die snappen hoe het verschil is tussen wetenschap en filosofie. Die begrijpen dat meneer Kant hier de spijker op zijn kop slaat. Ik heb hier een kopje thee bij. Als ik jullie was, zou ik dat ook maar even doen. Het gaat wel even duren hoor. Dus lekker voor het slapen gaan. Een pakkende titel staat hierboven. Dus daar heb je al op geklikt. Je dacht van jeetje, wat een pakkende titel is iets met goddeloosheid, denk ik. Kijk, de wet van oorzaak en gevolg. die is niet bewezen. Die wordt zonder meer aangenomen. En dat tijd. en ruimte verschillende dingen zijn dat is nooit bewezen. Dat wordt voor het gemak maar even aangenomen. En dan ga je zeggen, nou, die kant, die Imane wil toch, dat die man professor is geworden, die was helemaal van lotje getikt. Uh, nee. <laughs> nee, helemaal niet. Dit volgt uit de... Dat heet de analyticiteit van Kant. Dit volgt uit taal. Als je, ja, dat, is de, dat is namelijk het uitgangspunt van de, van de filosofie. Dat is niet de werkelijkheid, maar het is de taal als uitgangspunt. Ja, de, als je de werkelijkheid als uitgangspunt neemt. Dan heb je wetenschap. Zo is er ook de. Nou, laat ik, ja, die ga ik even goed bestilstaan. Kijk, als je de werkelijkheid als uitgangspunt neemt. dan hou je je bezig met wetenschap. Dus bijvoorbeeld. jij weet alles van het in elkaar draaien. van een bavarois. Zo'n lekkere Franse pudding. Echt heerlijk. ...met ei en slagroom en een smaakje. Zo heb je heel veel soorten bavarois. Maar maak er maar één. Het is niet eenvoudig. Dus ik zou vooral ervoor zorgen dat je een hele grote bak klaar hebt staan. En dat moet een ruime bak zijn met water. En in dat water drijven allemaal ijsklantjes. Dus dat moet 0 graden Celsius zijn. Een hele koude bedoeling. Die heb je nodig, want anders krijg je hem niet goed. Je gaat werken met gelatine. Oh ja, het is dus niet veganistisch. Maar dat maakt het niet uit, want het is hartstikke lekker. En als het zo lekker is, maakt het niet uit dat het niet veganistisch is, lijkt mij. En trouwens, zit ook slagroom in, dat is ook niet veganistisch. Maar ja, het is zo lekker, babaraba. Voor een keertje moet dat kunnen. Ja, ik wil maar zeggen, dat is wetenschap. En allerlei andere dingen met. Uh, noem het eens kwantummechanica. Dat is ook wetenschap. Dat is natuurkunde. Hoe kan het toch? Hoe kan het toch? Hoe zit het toch in elkaar? Dat is allemaal wetenschap. En wetenschap, dat is in principe een oneindig lange weg waarvan vaststaat dat die nooit met een eindconclusie zal komen. Het is jammer, misschien. Aan de andere kant kan je zeggen van, nou, het is helemaal niet jammer, want dan kunnen die wetenschappers die kunnen altijd zeggen aan het einde van een onderzoek. Dat ze dan uh, zeggen: van nou, uh, we weten nu hoe uh, A en B in elkaar zitten tot elkaar. En dat is dus C. En uh, ja, nu is er dan nader onderzoek nodig naar C. Ja. Dus dat is heel mooi. Dus je geeft een wetenschapper, die geeft je een, een hoeveelheid geld als budget. Van je gaat helemaal lekker onderzoeken hoe het zit met A en B. En nou, en die wetenschapper die krijgt meteen die poen. Daar is die man is ik er blij mee. Of vrouw, even niet seksistisch gedacht, maar die persoon is daar hartstikke blij mee. Die krijgt lekker dat geld. Dan gaat hij iets onderzoeken en dan komt hij met een conclusie: van nou, zo zit het in elkaar. En dan gaat hij in zijn conclusie altijd opnemen. Dat er nu dus weer uh, mogelijkheden zijn tot verder onderzoek. Want als het gevolg van A en B als het dan C is, ja, hoe zit het dan met uh, het gevolg van A en C en het gevolg van B en C en dan eventueel hoe zit het dan met het gevolg van A en C versus het gevolg van B en C en heb je dan onder bla 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 bla? Kijk, hey, wetenschap. Dat is een. Als je er geld in gooit. Dat is hartstikke leuk, maar dan komen ze even later, komen ze terug. En dan hebben ze nog weer een gekker idee. En dan willen ze nog meer gaan onderzoeken. Want ieder onderzoek levert nieuw onderzoeksmateriaal op. Punt. En wetenschap is nooit af. Dat is helemaal niet erg. Het is ook het zwakke aan wetenschap. Het geloof daarentegen. Of de studie van taal, de filosofie, die heeft daar geen last van. Filosofie en het geloof, de metafysica, moet ja, zo nu en dan, moeten daar wat, mm, wat meer hedendaagse woorden in gebruikt worden, zodat mensen weer snappen waar het over ging. Dat is belangrijk. Dat mensen weer even bij de les gebracht worden. want de... Vroeger had je Aristoteles. En Aristoteles was echt wel een volwassen mens. Hij was leraar van Alexander de Grote. En dat zegt op zich niks. Maar het zegt wel dat hij niet een, 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 ja, een Pimelino was. Als je de leraar bent van Alexander de Grote. En als je niet weet wie dat was, dat was de grootste heerser van Griekenland. Hij heeft de pers van Jetje gegeven. En Aristoteles die zei... Anima est quodam modo omnia... En als jij nog goed opgelet hebt op school. dan weet je dat Aristoteles dat niet gezegd kan hebben. <laughs> Want Aristoteles sprak namelijk Grieks. En wat ik net zei was Latijn. Ja. Aristoteles sprak geen Latijn. De Latijn kwam pas veel later. Aristoteles is geboren in 386 voor onze jaartelling. En Latijn werd pas hip. Wanneer was dat? Rond onze jaartelling? Iets daarvoor? Maar in de dagen van Aristoteles sprak men Grieks. Dat was toen het Engels. En wat je nu Engels. Iedereen kan nu toch Engels? Hè? Dat was, toen was dat Grieks. En de bewoonde wereld, de wereld waar men deed aan taal, die was ook niet zo groot. Maar Grieks was toen leidend. En in het Grieks weet ik niet hoe die is, die frase. Maar ik ken hem dan in het Latijn. Anima est quodam modo omnia. En dat betekent anima, dat is de ziel. Est quodam. En est is is. En uh, quodam is uh, bepaald. Een bepaalde. En dan modo, dat is uh, mode of manier. En omnia, dat betekent alles. Dus hij zei. De ziel is in zekere zin. op een bepaalde manier gezien. Is de ziel alles. Hij duidde dus Aristoteles op het begrip ziel. En niet zozeer dat er. er wordt wel gezegd: ieder mens is een zieltje. Maar dat hij zei, Aristoteles zo ver ging van. ja, er is eigenlijk alleen maar ziel. En dat is wat er is. Dat is in zekere zin alles. En wat wij ervaren. Dat zijn de gevolgen van die anima, van die ziel. Dat zei Aristoteles. Nou, in, in Genesis 1, vers 1 staat: uh, Bereshit, bara, Elohim, et ve et en daar wordt dus gesproken over Elohim, dat in zekere zin alles is. En Elohim vertaalt zich, ja het is vertaald in de Statenvertaling als, en trouwens in de King James, is het vertaald met God of God. Elohim is, een, is Hebraeus en het is een meervoud woord, dus je zou iets moeten zeggen als krachtenveld. Dat is het ook wel ongeveer goed vertaald. Maar je kan ook weer zeggen: uh, anima, de ziel. Het is dat wat de werkelijkheid veroorzaakt. En dat volgt uit taal. Het is heel grappig. Dat filosofie, of de, de geschiedenis van de taal. nee, de, de, de studie van de taal. die dicteert, die overheerst. die is. Uh, superieur. aan de wetenschap. En de wetenschap op haar. Uh, op haar manier, of, of op haar grond. Ja, die beweren dat ze alles zullen gaan weten. Het is een kwestie van wat meer geld moet erbij en dan zullen ze alles weten. Maar ja, dat verhaal, dat horen we nu al sinds de, wat is het, 16e eeuw of zo? Uh, sinds Newton. Newton was? Hij uh, is 17e eeuw. Dus dat verhaal, dat horen we nu al 300 jaar. En het schiet echt voor geen meter op. Je moet niet denken dat er een vooruitgang geboekt is. Or noem mij dan een terrein waar er vooruitgang is geboekt. Er wordt wel gezegd dat de medische wetenschap. dat die uh, maar één ding. Hij heeft voortgebracht dat werkelijk werkt en dat zijn antibiotica. Zo'n is een bouwde uitspraak natuurlijk. Die komt van Lynn McTaggart, by the way. Engels-Amerikaanse dame, in ieder geval Engels sprekend. En nou, daar kon ze wel eens helemaal gelijk in hebben hoor. Want heel veel andere dingen. Kijk eens naar de, het feit dat mijn moeder en mijn vader. die hadden last van hun maag. Toen ik zes of zeven was. En allebei, bij allebei is toen een maagsfeer geconstateerd. En bij allebei zijn ze toen die maagzweer gaan wegsnijden. En bij mijn moeder hebben ze toen, omdat bij haar de onderkant van de maag, waar de uitgang zit naar de twaalfvingerige darm, daar zit een kringspier. Die heet toch iets als de portier of zo. Maar het is een kringspier en die gaat dus af en toe open. En dan vloekt er dan van die maagmeuk uh, in de twaalfvingerige darm en dan knijpt hij weer dicht. En dan gaat hij weer even open en dan knijpt hij weer dicht. Dus het is een soort, die gaat met, met plopjes stroomt er uh, maaginhoud in de twaalfvingerige darm. Dat is dus niet continu, maar dat gaat dus uh, af en toe wel, af en toe niet. Nou, niet bij mijn moeder, want ze hebben dat hele ding hebben ze weggehaald. En ze hebben dus de twaalfvingerige darm uh, direct verbonden met haar maag. Ja, daar heeft mijn moeder de hele leven last van gehad, Ah, die heeft dus moeite met eten. Die, die kan dus niet veel eten. Want zij heeft die portier niet meer. Dus alles wat zij eet, dat stroomt ja niet in één keer. Maar in principe sijpelt dat continu door naar haar twaalfvingerige darm. Zonder dat daar een ritmiek in zit. Die in de gaten houdt dat we, nou ja, alles dat erin... Het is gewoon niet meer natuurlijk wat er bij haar is. Het is, is gewoon een amputatie heeft plaatsgevonden... En dat noemt zich dan uh, medische wetenschap, wat ze hebben gedaan. Tegenwoordig noemen ze dat niet meer. Hè? Ze kijken wel linkeruit. Als mensen een maagsfeer hebben, een maagpijn en dat soort dingen. Ik weet niet wat ze doen, maar ze gaan niet meer opereren. En zo hebben er nog wel meer uh, hoogstandjes van de allopathische medische industrie plaatsgevonden. Maar dan neem je zoiets als antibiotica. Antibiotica zijn er rete slecht voor je eigen afweersysteem. Want met antibiotica neem je de werking van het afweersysteem even over met een pilletje. Ja, maar als je de werking van iets gaat overnemen met iets anders, dan dat wat overgenomen wordt, dat daalt dan qua uh, ja, energiekheid. Van oh ja, dus de, oh, oh, het wordt al gedaan. Oh ja, dan hoef ik het niet meer te doen. Ja. Snap je Dan wordt je afweersysteem lui, zo kan je het ook zeggen: door de antibiotica. Dus met andere woorden, door het slikken van antibiotica, en, ja, word je alleen maar uh, afhankelijker van antibiotica. Ja, dus zelfs wat ze dan bestempelen als het enige succesnummer van de, medische, de allopathische medische wetenschap. Daar zit ook nog uh, uh, schaduwzijde aan. Dat uh, is dan wetenschap. Ja, we weten wel. We weten wel dingen, hoor. We kunnen bijvoorbeeld hele hoge gebouwen maken. En daar zit een hele hoop wetenschap achter. En we kunnen vrij grote steden bouwen. En een stad bouwen is meer dan alleen maar een hele hoop huizen samen neerzetten. Want dan krijg je ook dingen als riolering. Nou, wij kunnen dat vrij goed tegenwoordig. Die rioleringen dimensioneren. Het is zonde om een riolering aan te leggen die veel te dik is. Dat is veel te duur. Maar het is ook weer idioot om een riolering aan te leggen waarbij de buizen te smal zijn. En wat is nou een optimale afmeting van een rioleringsbuis? En dan moet je ook rekening houden met het weer. En hoe vaak regent het hart van dat regenwater? Dat gaat ook door de riolering. Dat is allemaal afvoer. Ja, en daar hoort weer de, de wiskunde hoort erbij. En dan moet je allemaal als kansberekeningen gaan doen. Wat vind je een aanvaardbaar risico voor een rioolprobleem? Mag dat eens in de 500 jaar voorkomen? Of is dat al te veel? Nou, dan krijg je verschillende maten voor je rioleringsbuizen. En dan hangt er weer een prijskaartje aan. Kijk, ja, dat levert wetenschap op. Maar neem zoiets als naar de maan gaan. Nou, geloof jij dat? Geloof jij dat we naar de maan zijn geweest? En zo so ja, uh, hoe is dan volgens jou uh, die eerste opname gemaakt op de maan van uh, Louis Armstrong? <laughs> nee, die heette Neil Armstrong. Dat <laughs> is een flauw grapje. Maar Louis Armstrong, uh, die zie je dan op de rug gefilmd. Dus Louis Armstrong, die heeft ze dan. Uh, die houdt zich dan vast aan dat trapje en zo. En dan stapt hij zo naar beneden toe. En dan gaat hij dan met één voet op de maan staan. En dan zegt hij... It's a small step for a man, but a giant leap for mankind. Dus, uh, het is een kleine stap voor een mens, maar een grote sprong voor de mensheid. Ja, maar wie staat er dan te filmen? Dat moet iemand zijn die al op de maan stond. Maar wie was dat dan? Want er waren maar drie uh, astronauten. En eentje zat nog in dat, uh, in dat base station. een beetje rondom de maan te draaien. En er waren er twee. Uh, die dan in de maanlandingscapsule zaten. En die ene die was nog binnen. Want Louis Armstrong ging naar buiten als eerste. Maar ja, wie stond er dan te filmen? <laughs> ja, dus. Uh, kijk. Uh, huh? Daarom zeg ik. Wetenschap. Is inferieur aan de taal. De taal is de baas over de wetenschap. En niet andersom. En de taal, dat heet logos. En logos is verwant aan het woord logica. Is het is toch pure logica. Je ziet een filmpje van Louis Armstrong. Uh, Wat een a Wonderful World of Zo. Nee, dat is niet voor Louis Armstrong. Toch? Of wel? Maar anyway, maar die astronauten En die zie je op de rug gefilmd. En. Ja, de logica leert. dat die camera. dat die dus op de maan stond. Op een driepoot. Of zo. Ja, maar wie bediende dan die camera? En dan mag jij best even over gaan nadenken. dat je denkt: nou, mogelijk. Um, was er een derde, nee, waren er vier astronauten. En die vierde astronaut die stond niet op de lijst, want die was alleen maar om te filmen. He? Dat is een mogelijkheid. Dat was dus niet echt een astronaut, maar dat was alleen een journalist. En vandaar dat zijn naam niet op de lijst staat. Ja, zoiets bijvoorbeeld, He? dat zou kunnen. Of um, ze hadden een aan de maanlandingscapsule een hele lange arm. Die uh, werd elektronisch bediend. En daar was die camera op gemonteerd. En in die camera was dan aan de achterkant waar je doorheen kan kijken. Daar zat dan een, een soort uh, tweede. Nou nee, het was een tv-camera... en uh, diegene die in de ma maankapsule was... die kon op een beeldschermpje zien uh, dat het uh, beeld goed was. Zoiets. Ja. Ah, goed. Maar goed, uh, waar is dan die bouwtekening van die arm? En uh, ook gegeven het feit dat... Bij die maanlanding eh, hebben ze dus niet gecontroleerd wat nou de zwaartekracht is op de maan. Want ik zou dat zelf heel interessant gevonden hebben. Hè? Dus ik zou dus iets op aarde hebben, daar zou ik het, het gewicht van hebben vastgesteld. Dus hoeveel kilo weegt iets op aarde? En dat hoeft niet eens een apart dingetje te zijn. Dat kan ook uh, van mij. Wat een, uh, uh, zeg eens wat? Uh, uh, zo'n hasselbladcamera. Huh? Zal er allemaal van die hasselbladcamera's. Die, nou, die wegen ongeveer een pond of zo. Huh? 500 gram bij zo'n ding. Zo hartstikke zware dingen. Nou, die zou ik dan op aarde even gewogen hebben. En dan vervolgens diezelfde camera op de maan even laten wegen. En dat moet dan dus 1 zesde zijn. En dan niet zomaar even wegen met een gewone keukenschaal, keukenweegschaal. Nee, met een profiweegschaal. Een goede. Waarmee ik gewerkt heb op de landbouwschool. Een weegschaal die uh, tot. Ja, die gaat op drie cijfers achter de komma In grammen. Gewoon heel nauwkeurig. En kijken of het inderdaad 1 zesde is. Want dat wij altijd gezegd hebben dat de zwaartekracht op de maan 1,60 is van die op aarde. Dat is op basis van wat we hier op aarde via een telescoop hebben gezien. Nou, wat kan je nou zien op zo'n afstand? Hè? En de rest is allemaal fantaseren. Van nou, dan gaan we ervan uit dat de dichtheid van de maansteentoestand. waar de maan uit bestaat. dat die dan ongeveer hetzelfde is als de dichtheid van de aarde. Maar ja, dat klopt niet helemaal, want de aarde heeft een gloeiende kern en de maan niet. Nou, er zitten allerlei dingetjes. In. Ja, maar je weet dan dat de maan zo en zo groot is en het draait met die snelheid om de aarde heen. Daar kan je natuurlijk ook wat uit concluderen. Nou, maar in elk geval, ik zou het gecontroleerd hebben. Met een weegschaal. Nou, dan zeggen ze dus, nee, dat kan niet. Want zo'n weegschaal, dat weegt ook weer een bepaalde hoeveelheid grammen... En dat kon er echt niet meer bij. Bij die Apollo. Dan denk ik, ja, die weegschaal kon er dus niet bij. Maar er kon dus wel zijn hele arm bij om die camera op te schroeven. En dat die camera. Ja, Nieuw. Je bent nou goed in beeld. Ja, begin maar naar beneden te gaan, hoor, van de trap. je dus gewoon pure logica. Dus jij is wel. Je kan wel zo'n hele arm-installatie meenemen. Of een vierde astronaut. die alleen als journalist. Um, en die moet dan verder in, het, uh, in de verborgenheid blijven. want hij is alleen maar als journalist mee. dus hij is niet echt een astronaut. Ja. Of. en dat is buurlogica, hè? En de derde mogelijkheid is. nee, we zijn helemaal niet naar de maan geweest. Die tv-beelden die we hebben gezien. die zijn opgenomen in een studio. En er is ontzettend veel geld aan verdiend. En ze hebben zich helemaal een kriek gelachen over onze domheid. Ja, het is gewoon logica. Het is of het een of het ander hoor. En logica is meer dan wetenschap. Altijd. Logica is de baas over de wetenschap. De taal, de logos, is de baas over de wetenschap. En niet andersom. Nou, en de logica dicteert dat de wet van oorzaak en gevolg, dat je die niet analytisch kan bewijzen. Dus je kan niet gaan nadenken, zeggen, ja, maar volgens mij heeft iedere oorzaak altijd een gevolg. Nee, dat kan niet. Iedere oorzaak is een oorzaak. Kijk, dat is, dat is logica, elke oorzaak is een oorzaak. Als iets geen oorzaak is, is het ook geen oorzaak. Ja? Of er wel zo'n mooie frase luidt. Uh, uh, de zin... Sneeuw is wit... is waar... Ja, de, de zin, dubbele punt. Sneeuw is wit... En dan moet je even een woordje sluiten. Hè? Die zin is waar... als... En alleen als sneeuw wit is. Dat is de correspondentiebegrip van waarheid. Dat is logica. Nou, dus een oorzaak is alleen een oorzaak als die oorzaak een oorzaak is. Dat bepaalt of iets een oorzaak is. Dat is analytisch. Maar dat een oorzaak een gevolg heeft. Hoe nou kom je erbij? Ja, maar dat is altijd zo. Eh, uh, hoezo? Nou, als ik dingen doe... Uh, kijk, als je dingen doet... Maar dan ben je bezig met de materie. Met de empirie. Dan ben je met spullen bezig. Dan ben je wetenschap aan het bedrijven. Nou, en in de wetenschap moet je altijd alles op bewijzen. Ja, wanneer is nou het eerste wetenschappelijke experiment gedaan... waarin bewezen is dat de wet van oorzaak en gevolg... Uh, dat die daadwerkelijk klopt... Het wordt maar gewoon weg aangenomen. Ja, dat is een ernstig uh, ding. En in deze goddeloze maatschappij waarin we leven, wordt dit niet verteld aan onze jeugd. En, en ook niet aan ons toen wij nog jeugd waren. Als jij al een beetje ouder bent, net als ik. Hè? Het is jou ook niet verteld. Het had jou wel verteld moeten zijn. Dit was, dit, dit was de, de aardbeving in 1781, aan het einde van de 18e eeuw. He, iedereen heeft het over de verlichting dat dat het begin was. Dat de mens ging nadenken. Nee, dat de mens geconcludeerd had. Dat wetenschap alles zou opleveren. Ja, dat is als je wel Walkans zijn werk helemaal buiten beschouwing laat. Het is, dat slaat toch helemaal nergens op? Als je het hebt over de verlichting, dan hoort Immanuel Kant, die hoort erbij. En Immanuel Kant heeft gezegd, wetenschap is leuk en aardig, maar het zegt niet alles. Wetenschap is gebaseerd op geloof. De wetenschapper gelooft dat iedere oorzaak een gevolg heeft. Dat is zijn geloof, dat is geloof van de wetenschapper. Dus als er een gelovige groep is van mensen... Maar zijn er wetenschappers. Ja, de, de, de pleuris brak uit, hoor. Aan het einde van de 18e eeuw. Het is zelfs zo dat Immanuel Kant nog een stapje verder ging. En die ging even vrolijk uh, door, ouwe hoeren, over het bestaan van God. En het toeschrijven van eigenschappen aan God. Want dat gaat niet echt maar is dat niet helemaal waar? Naar je kan in ieder geval niet zeggen God is driehoekig of God is vierkant of God wil per se dat wij op zondag in gebouwtjes gaan zitten. Dat soort dingen kan je niet zeggen van God. Dat soort alledaagse eigenschappen komen niet toe aan God. Hij kan je wel dromen, kan je wel fantaseren. Maar je hebt geen grond. Immanuel Kant heeft dus ook een band gekregen van de katholieke kerk. De universele kerk. Die altijd zwaar met hem aan de stok. En dat wordt niet verteld. Dit weet jij waarschijnlijk ook allemaal niet. Wat Immanuel Kant tegen zijn leerlingen heeft, heeft gezegd. van: Nou jongens, allemaal leuk en aardig. Maar ik mag het de komende tijd beter maar niet hebben over de volgende dingen... En het is niet dat ik van mening ben veranderd. Maar het is vanwege een, een nogal pittige brief die ik gekregen heb uit Rome. En ik wil uh, graag op een fatsoenlijke manier naar mijn pensioengerechtigde leeftijd gaan. Dat zullen jullie wel begrijpen. Dus de volgende werken, daar, uh, we doen net alsof ik die niet geschreven heb. Immanuel Kant was een slimmerik. Die snapte ook wel dat. De katholieke kerk wel zoiets kan zeggen en hem iets kan verbieden, maar wat hij geschreven had, dat was al gedupliceerd. De kant is van 1781 was zijn hoofdwerk en dit werkje waar ik het over heb, dat gaat over godsbewijzen. Dat komt ergens uit 1790 of zo. Ja, kortom, de boekdrukkunst die, die was er al lang. Dus er waren al zoveel kopieën van verspreid. een Kant dacht, wacht, daar heb ik het er niet meer over. Maar iedereen heeft toch al een kopietje. Dus. Maar het is toch belangrijk om te weten dat dus iemand aan de Kant het zwaar aan de stok kreeg... met die lui van de, wat ze nu noemen dan, de nieuwe wereldorde. Dat is helemaal geen nieuwe wereldorde, dat is ook zoiets. Is gewoon de wereldorde is dat. Dat zijn de jongens en meisjes van de wereldorde. Dat is Babylon. Uh, dat uh, zijn de waanzinstichters. Nou, het is echt zo hoor. Kinderen die houden heel erg veel van seks. Bijvoorbeeld, dat is een uitspraak van Babylon. Zo. En we zitten nu in een, in een periode, onze goddeloosheid, uh, dat je dat dus ziet. En wij denken dat dat iets is uh, dat uh, hoort bij deze tijd. En dat het te maken heeft met een ontwikkeling, een evolutie. En dat het wel iets goeds in zal houden. En... En wij snappen helemaal niet dat het helemaal geen evolutie is, maar dat het een degeneratie is. Het is een teruggang. Een teruggang naar de dagen dat, uh, dat Babylon. Uh, 100% overheersing had. Dat had Babylon. Hè? En ze is nu bezig om die 100% overheersing weer helemaal terug te krijgen. En dat gaat er goed lukken ook. Ik kan niet weten wat haar tegenhoudt. Wij staan allemaal uh, zo geil als een beer te juichen met vlaggetjes op een modderige dijk, terwijl ze de kinderverkrachters naar binnen rijden. Want we moeten wel een beetje begrip hebben voor die pedo's. Het zijn ook maar mensen hoor. En die kinderen zijn best geile dingen. Ook datzelfde met androgyn dingen ze. Dat je, het is niet langer zo dat je als een man of als vrouw geboren wordt. Dat, dat kan zich allemaal ontwikkelen. En je kan ook uh, bij leven uh, switchen. Dus dat je zegt, nou, ik, ik ben als, uh, als mannetje geboren. En uh, ja, toen wilde ik toch echt wel heel erg graag uh, ja, weer vrouw zijn. En toen uh, ben ik een hele tijd vrouw geweest. En toen daarna dacht ik, nou, ik ben nu eigenlijk man-vrouw. Dus dan uh, was ik uh, fluïde. Dat ik het niet echt helemaal goed wist. En, en toen daarna ben ik. Ja, Periode mannelijk geweest. En toen ben ik heel even toch weer fluide geworden. En ja, nu ben ik vrouwelijk. En ik denk dat ik, dat ik toch echt wel, ja, de rest van mijn leven vrouw blijf. Denk ik. Maar misschien, ja, ik weet het niet. Misschien word ik toch weer fluide. Of dat ik bipolair ben. Het is nu een ongelofelijke lulkoek. Je wordt geboren met de XX-chromosomen. Of je wordt geboren met xy chromosomen En that's it. Kijk, dat is de goddeloosheid die je toeslaat. En die, dat hele gedoe met androgyniciteit. Dat komt uit Babylon. Look it up. Je had in die dagen, had je tempels van Inanna. En Inanna, dat is de moedergodin. En wat je nu hebt in Babylon met hun verering van uh, heilige Maria, moeder van God. Het, die personage, dus de moeder van God... En God is al zo'n lastig begrip. En die heeft dan ook nog een moeder. Ha, ha 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 ha. En die is dan eigenlijk de baas. Dat is Babylon. Dat is de moedergod. En die tempels van de moedergod. Inanna heette ze. Of heet ze. En in die tempels daar. Uh, kon je seks hebben met de tempelprostituees. En die tempelprostituees waren uh, vaak uh, gecastreerde mannen. Dat is Babylon. Dat is onze goddeloze wereld. Terwijl het allemaal zo netjes opgeschreven staat. Dan kan je zeggen, je maanden kan met zijn kritiek de ruine vernoemde. Het is zo, dat boek is er niet om door te komen. En dat is waar. En hij heeft ook geschreven de prologomena als een soort excuusboekje. Nou, sorry dat ik het zo ingewikkeld heb gezegd, maar dit is dan misschien beter te begrijpen. Hij heeft de tweede editie voorzien van een voorwoord. Van de kritiek, hè? De kritiek ter van de kritiek die reine vernoemd. Heb je een voorwoord bijgeschreven voor de tweede editie? De tweede druk? Ah, die is heel goed te lezen. Ja, en wij... Wij, wij doen alsof dat allemaal niet gebeurd is. Kijk, dat wij de Bijbel... Dan beschouwen we als van ja, dat is politiek beladen en, en daar willen we onze kinderen niet uh, mee opzadelen. Nou, ik vind dat je daar. Nou, dat vind ik dus niet oké. Okay. Ik vind dat je. Nou, ik vind dat het zo hoort te zijn dat je als ouder je kind meegeeft wat er in de Bijbel staat. Je hoeft mij niet iedere week naar een kerk en dan uh, Anmas Halleluja te roepen met z'n allen. En dat dat hoeft mij echt niet. Maar ik vind het wel reëel en gezond dat ouders hun kinderen bijbrengen wat er in de Bijbel staat, zodat kinderen zich kunnen verwonderen over het feit dat de taal de logos de basis is over de wetenschap en niet dat de wetenschap de basis de wetenschap heeft helemaal geen sodomieter opgeleverd ja, neem zoiets als uh, psychologie maar wat is psychologie nou waard Je hebt mensen en die overtreden de tien geboden. En dat is tuig. En die dienen berouw te tonen. En je kan wel een studie maken van de, de mensen die de tien geboden overtreden. En dan zeggen, nou die heb, <mahoedsel> ik de, heb, je, heb je die uh, trend en je hebt die trend en je hebt zus en je hebt zo. De Bijbel is er veel simpeler over. Zeggen, nou, die mensen overtreden de tien geboden van Mozes en het is tuig. En dan moet je niet meer om willen gaan. Maar verandert voor de rest niet zoveel hoor. Die, die mensen zou je nog steeds een psychiatrische-achtige... Maar ze moeten in ieder geval achter een hek. En uh, fijn zou het zijn dat je dat doet met iedereen die de tien geboden overtreedt. En niet alleen met die mensen die gestigmatiseerd worden als, uh, noem het maar wat... ...we zijn allemaal asociaal. Ja, maar het is dan zo dat als je in deze maatschappij... ...ben je een asociale eikel of een asociale turtola... ...en dat is allemaal best als je maar kan zorgen voor je eigen inkomen... ...maar ben je asociaal en ben je ook nog afhankelijk van... ...en zit je te vaak bij de dokter te zeuren... ...en dan krijg je plotseling een stempel en dan balans je achter een hek... Maar weet je op een of andere manier je centen bij elkaar te schrapen, half crimineel, dan word je gezien als iemand die, uh, nou, die heeft een toch eigen inkomen, zeg. Wow. Maar blijft, iemand blijft gewoon een asociaal iemand. Nee, we zijn afgedwaald van de essentie van ons bestaan. En de essentie van ons bestaan is dat in het beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is het uitgangspunt. En we spreken God aan met het mannelijke. En dan gaan die vrouw zeggen: Ja, maar waarom kan God nog geen vrouw zijn? Nou, precies om de reden dat je deze vraag stelt. Daarom niet. Kijk, God. Het gaat over de, de superioriteit van de taal over de wetenschap. De taal is superieur aan de wetenschap. Nou, en dan kijk je naar de mensen en je gaat ze onderscheid maken naar geslacht puur op chromosomen. Hè? Dus XX chromosomen aan de ene kant, XY chromosomen aan de andere kant. En dan ga je kijken wat hebben die beide groepen geproduceerd aan taal. En dan niet uh, boekwerken als De Schaamte voorbij van Anja Meulenbelt. Een half pornografische meuk. Of uh, het verhaal van O van Pauline Reage. Of uh, de verzamelde werken van Harry Potter. Nee, dan kijken we naar taal waar je wat aan hebt. Dat is alleen maar x chromosomen En daarom is God mannelijk. Dat zijn de mannen die verstand hebben van taal. En neem het hele internet. Met de computer programmeren en nulletjes en eentjes. Lekker duidelijk ook. Hè? Op internet, digitale rekenen, taal, toestanden. Het is nul en 1. En niet iets ertussenin. Geen transgender. Niet een nul die af en toe een één is. Of een één. Ja, maar ik ik, ik, ben, ik ben eigenlijk een nulletje. Nee, je bent een één of je bent een nul. Ja, dat is de computerkunde. Daar kom je geen vrouwen tegen. Er gaan dan verhalen over. Ergens is er een vrouw geweest en die heeft dan. La 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 la. Maar niemand weet waar ze woont. Als je op internet gaat kijken naar uh, de computertaal C++, dat doe ik dan momenteel. Ik struin het internet af op zoek naar lezingen over C++. En nou, die lezingen die krijg je dan uh, van allerlei hoeken. En dat zijn allemaal mannen. Allemaal mannen. Er is geen één vrouw tussen. Echt niet, helemaal niet. Ik zag laatst een vrouw en die hield een lezing over de nieuwe cascading stylesheets. En zij was meer dan in de hoek van het gebruiken van zo'n stylesheet-ding. Meer aan het ontwerpkant zat ze. Nou, ja, haar geloof ik. Maar haar hoor je niet spreken over hoe CSS Grid. Daar ging het dus om. Dus de opvolger van. Je hebt Flex Grid en je hebt Bootstrap. Maar CSS Grid is dan mainstream. Maar hoe dat geprogrammeerd wordt, dat, dat daar gaat zij niet om. Het gaat er haar om het gebruik voor de vormgeving, voor de uiterlijkheid ja dat vind, daar is, En daar zal ze ongetwijfeld heel goed in zijn. Ik heb alle respect over vormgeving. Dat is, is allemaal wel best. Maar God is daarom mannelijk. En dat heb je dan maar te accepteren als vrouw. En je moet niet denken dat vrouwen nooit zich op dat taalkundige terrein hebben kunnen manifesteren omdat ze onderdrukt werden. Dat is niet zo. Als jij hele zijn dagen uh, op, op mijn niveau wil programmeren. Ja, uh, uh, ik heb tot mijn beschikking. Ik doe het dan nog heel luxe. Ik heb een Macintosh. Maar ja, zo duur zijn die dingen nou ook weer niet hoor. Ze gaan heel erg lang mee namelijk. En een Mac die koop je gloedje nieuw voor 1000 euro. Ietsje meer. Dan heb je echt een hele vette. En als je gaat voor een tweede handje, heb je een Mac voor 600 euro. En die gaat heel lang mee. Nou, dan moet je nog een toetsenbord bij hebben en een beeldscherm. Oh, ik wil een laptop. Ja, en dat wil je helemaal niet. Want als je wilt programmeren, wil je programmeren. Hoezo moet dat een laptop zijn? Oh, een goed toetsenbord, een goede muis moet je hebben. Een leuk beeldschermpje. Alles bij elkaar. Een, een vette ontwikkelmachine. 1000 euro all in. 1500 euro all in. En daar kan je drie jaar op werken. Dus dat is 500 euro per jaar. Dus dat is 40 euro in de maand. Maar, ja, dat moet je wel kunnen ophoesten, denk ik. Voor je hobby. Dat is anderhalf uur per dag. Dus iedereen kan programmeren. En bij Apple krijg je... De, alle ontwikkelgereedschappen... die krijg je er gratis bij. Dus hoef je niet eens meer te kopen. Vroeger moest dat, hè. Vroeger moest je... propriety, propriety software kopen... om te kunnen developen. Dat hoeft niet meer. Bij Apple krijg je het er gratis bij. Dat is een hele mooie software ook nog een keer. Dus uh, er is helemaal geen barrière meer voor een vrouw om te gaan programmeren, maar ze doen het niet. En daarom is God mannelijk. En vrouwen dienen dat te accepteren. Ze dienen te accepteren dat ze zo zijn. En ze moeten accepteren dat ze niet alleen zo zijn, maar dat het dan ook consequenties heeft voor de andere dingen als de rolverdeling in de samenleving. En de rolverdeling in het gezin. Maar dan zijn we allemaal van in onze goddeloosheid, allemaal van losgeweekt, losgekweekt, kan je ook zeggen. Onze zijn allemaal verhaaltjes ingefluisterd over millennia lange onderdrukking van de vrouw en nu is ze vrij. Ga toch weg? Dat is onzin. Dat is echt goddeloze toestanden. Niet logisch. Dat is het punt. Dat is ook zo'n zo kritiek die er was op mannen. Ja, mannen hebben zo moeite met hun gevoelens te uiten. Uh, sinds wanneer is dat een probleem? Kijk, het uiten van je gevoelens, uh, dat is uh, contraproductief. Dat doen we niet. Huh? En wat je hebt, uh, neem bijvoorbeeld mij. Uh, uh, ik heb een vrouw getrouwd en die vrouw die dacht met het huwelijkscontract op zak... ...van nou, nou kan ik lekker gaan doen wat ik zelf zin in heb. Want uh, ja, als hij moeilijk begint te doen vraag ik een scheiding aan... ...dan krijg ik de poen en het huis en het kind. Dus ik krijg toch de hoofdprijs. Namelijk een man die precies doet wat ik zeg. Of ik krijg het huis en de poen en het kind... ...en dan zoek ik een andere sukkel op en die doet precies wat ik zeg. Want ik ben niet afhankelijk van die andere vent, want ik heb mijn alimentatie. Zij zag dat heel anders. En als man, ja. Dan heb je zwaar onder te lijden. En dan word je depressief van. Dan nou, heb ik zelf een gok gehad. Dus dan ga je verschrikkelijk suipen en zo. Bijvoorbeeld hoor, niet iedereen gaat dat doen, maar ik nam wel. En dan ben ik er nou mee opgehouden, maar ik heb er toch wel twee jaar lang uh, behoorlijk wat uh, gulpende gladiatortjes uh, weggetankt. En dan zeggen mensen, ja zie je wel, dat is zo'n man en die heeft dan zijn emoties opgekopperd en die, dit had hij ook helemaal niet moeten doen. Hij moet over je emoties praten. Maar nou, flikker toch op. Ik vind het echt gewoon verschrikkelijk dat mensen zo denken. Ik heb dat gemerkt. Dus he, dat die, de moeder van mijn kind die deed al die verschrikkelijke dingen. En daar sprak ik dan in mijn familie over. Wat die vrouw nou weer had uitgevroten. En de reactie in mijn familie van de vrouwen was dat ze naar mij keken. En zo van ja. Uh, je zit maar te zeuren over je ega, maar we willen wel eens horen. wat jouw uh, schuld is in deze. haar kant van het verhaal. Waarom wil ze eigenlijk vreemd gaan? Weet je dus als een vrouw vreemd gaat. dat is dus in principe de schuld van de man? Nee, dat is walgelijk. Als ik mijn emoties had geuit als man, had ik haar vermoord. Maar zo take this, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb netjes uh, mezelf gedragen en dan is het gewoon stront eten. En uiteindelijk zak je dan door je hoeven heen in deze goddeloze wereld. En uiteindelijk, omdat je een man bent. En omdat je je geloof hebt. En omdat je inziet dat het leven een doel heeft. Dan grijp je jezelf in je nekvel. En net als de baron van Munchhausen trek je jezelf omhoog. Aan je bootstraps. Uit het moeras. Want je bent een man. ...en je bent gelovig. Bireshit ...Bara... ...Elohim... ...Hashemayim... ...Ve'et... ...nee... ...et... ...Hashemayim... ...Ve'et... Harets. Zo is het. Er zijn mensen die zeggen dan... ...wat is dat zo? Zo kwam ik erop... Hè? ...ik zag dus zo'n zo magazine staan... ...want ja... ...religie is goed voor de mens... ...of God bestaat of niet... Ja, uh, uh, hoezo bestaat God? Snap je? Hoe kan je nou zeggen dat God bestaat? God is de werkelijkheid. Als dus je moet zeggen, de werkelijkheid bestaat. Dan zeggen mensen: ja, dat vind ik ook. Ja. Maar iedereen heeft het over de objectieve werkelijkheid en die verwarren ze met de werkelijkheid. Ze zeggen daar nou, de objectieve werkelijkheid die bestaat. Ja, inderdaad, dat, dat mag je zeggen. Ja, de Heiveltoren bestaat, Parijs bestaat. Het coronavirus waar ze het nu over hebben, ja, dat bestaat. Tenminste, nou ja, het bestaat dat het in de krant staat. Ik heb het over de werkelijkheid. Niet de objectieve werkelijkheid, maar de werkelijkheid. En de werkelijkheid is God. En God kan je dus. Het bestaan van God kan je niet vanuit de objectieve werkelijkheid bewijzen. Omdat de objectieve werkelijkheid het gevolg is van God. Je kan hooguit zeggen. Uh, de objectieve werkelijkheid is zo ontzettend mooi. Uh, dit is het bestaan van God. Zo kan ik God zien door de schoonheid van de objectieve werkelijkheid. Dat, dat kan je zo beleven. Ik heb dat een keer een christenvrouw horen zeggen. Die zei: uh, om, het bestaan, om verzekerd te zijn van het bestaan van God, hoef ik alleen maar te kijken naar uh, de schoonheid van de natuur. Daar zit wat in. Vind ik. Maar ja, dus aan de andere kant zijn er ook weer mensen en die zeggen: Ja, als ik kijk naar de natuur. Hè, dan zie ik alleen maar dat beestjes elkaar opeten. En dat ze zelfs, uh, ja, dat, dat heel gruwelijk en zo hoor. Uh, zoals chimpansees, hè, die eten elkaar op, man. Oh, oh. oh, oh, oh. Ja, als je daarna gaat zitten kijken, dan ja, kan je dan het bestaan van God zien uit de schoonheid van de natuur. Want ja. chimpansees, dat is het tuig van de richel, natuurlijk. En dat zeggen ook allemaal mensen, die zijn heel trots van, ja, ik sta af van de chimpansees. Nou, als je zo iemand hebt, hè, het is je buurman, verhuizen. De chimpansees, dat zijn wat wij dan zouden noemen hè, kannibalen. Die eten elkaar op, hoor. Als je in een groep, uh, chimpansees leven in een groep, net als wij. Hè? Maar als je niet lekker ligt in die groep, dan word je opgegeten. En dan zijn ze met z'n allen tegen één. En, en jij kan er niks aan doen hoor. Maar op een dag denk je: van, hé, hey, ik lijk wel het middelpunt van de belangstelling. Ja, dat klopt, want je bent lunch. Ja, dat zijn chimpansees, dat is, uh, leuk volk. Dus een buurman die van de apen afstamt, altijd eerst controleren van welke soort apen. Als die afstamt van de chimpansees, gelijk gaan moven. Ik zou bij de gemeente ook zeggen well, ja, mijn buurman stamt af van de chimpansee. En uh, dat de gemeente dan ofwel je buurman gedwongen laat verhuizen, of dat jij een verhuisvergoeding krijgt. Want ja, het is natuurlijk levensgevaarlijk om te wonen naast iemand die afstamt van de chimpansees. Al, al zegt hij dat alleen maar, dan nog eens, het levensgevaarlijk. Straks gaat hij jou opeten. En als hij afstand van de bonobo-aap... Ja, dat betekent dat hij met je vrouw gaat neuken. Nou, Dat wil je ook helemaal niet. Neem ik aan. Ja, dit zijn geen grapjes. Ik kom misschien om lachen. Het is ook wel grappig. Maar het is wel de werkelijkheid dat we goddeloos zijn. Dat de mensen van de apen afstammen. Dat krijg krijgen er dan van... Totaal moraalloos. Totaal zonder moraal maken wij ons druk over niks. Rechten voor homoseksuele transgenders met een pedozucht. Want die heb je ook nog. Die, die homoseksuele mannen. En die willen dan graag uh, gaan voorlezen. Terwijl ze zich kleden als een vrouw. En dan willen ze graag boekjes voorlezen aan kleine jongetjes. En dat moeten wij dan accepteren. Gadverdamme. Ja, hij is te smerig voor woorden. Maar wel mooi dat het zo duidelijk wordt, deze goddeloze wereld. Uh, hoe goddeloos die is. En hoe ontzettend stom het is dat je zo denkt. En dat je dus uh, de, de filosofie van Aristoteles, die het had over anima, esquodam modo omnia. En dat daarna in wel kant komt met zijn begrip ding aan zichzelf, wat gelijk staat aan God. Dan heb je natuurlijk de Bijbel, het uh, Bereshit, bara Elohim, Ed, Hashemayim, Ve'et Haaretz. Dat zijn allemaal dingen die staan als een huis. En we hebben ze allemaal weggezet in het rariteitenkabinet. En we zijn ons gaan verdiepen in de verzamelde werken van J.K. Rowling. Wat Harry Potter nu weer heeft gedaan. Snap je? Wij zijn een stelletje mafketels. En wij verdienen echt niet beter. Ja, denk er maar eens over na. Hoe wij allemaal. En jij dan misschien niet, omdat je hier naar deze uitzendingen luistert. Dat jij ook wel denkt van ja, nou, ik snap dat Perry wel iets. Uh, hè? Dat hij wel iets te pakken heeft. Maar kijk eens om je heen, joh. Nou, al die mensen die. Zich druk maken over BTW-verhogingen en coronavirussen in surhuisterveen. Ja, toch? Nou. En dan zeg ik heel genoegzaam, heel blij met nog een beetje thee. Op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. <laughs> en dag lieverds.